Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 25 november van Weerplaza. Er verandert voorlopig weinig en dat komt doordat luchtdruksystemen amper van hun plaats veranderen. Er ligt een hoogdrukgebied tussen IJsland en Scandinavië in en lage drukgebieden trekken ten zuiden van ons land. Wij hebben te maken met een oostelijke stroming, wolkenpartijen trekken voorbij. De neerslag is vooral weggelegd voor Frankrijk en op de Britse eilanden. En in het Alpgebied, maar in onze omgeving blijft het nagenoeg droog. Wel zien we veel wolkenpartijen, net als gisteren, vaak grijze luchten, maar het is wel meest droog. Zeer lokaal is een spatregen of motregen niet uit te sluiten. En met vanmiddag 4 graden in Groningen tot 6 in Maastricht is het wel aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Morgen ook veel grijze luchten, overwegend droog weer en smiddags 4 tot 6 graden. Bij een matige noordoostelijke wind. Op dinsdag zien we de zon eindelijk weer eens. Het is dan droog, toch is het met 4 of 5 graden nog aan de koude kant voor eind november. Normaal behoort dat 8 graden te zijn in de middag. Dat gaat geleidelijk aan veranderen, de koude lucht verdwijnt. Woensdag krijgen we veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Op donderdag breekt soms de zon door, maar vallen er ook een paar buien. Maar dan ligt het kwik tussen de 9 en de 11 graden. Ik ben Diana Woei van Meerplaza.